Camera's die je gezicht herkennen, registreren wat je humeur is en je gedrag volgen. Het klinkt als een aflevering van Black Mirror, maar ook in Nederland worden dit soort technologieën ongemerkt steeds vaker ingezet. Festivals, universiteiten, in supermarkten en stadions hangen steeds meer geavanceerde camera's die ons gedrag volgen. Overheden mogen ons helemaal niet zomaar volgen en identificeren. En toch gebruikte de gemeente Rotterdam tijdens de lockdown auto's uitgerust met 360 graden camera's om te controleren of er genoeg afstand werd gehouden. Ook studenten zijn het slachtoffer van steeds verdergaande surveillance door camera's. Tijdens thuistentamens moesten studenten software aanzetten die met een webcam controleert of je wel alleen in de ruimte zit. In Eindhoven gingen ze nog een stuk verder. Daar werd gedragsherkenning en gedragsvoorspelling op straat getest. Als het systeem woede of agressie herkende, veranderde de lichten van kleur en werd er kalmerende sinaasappelspray gespoten. Dit zijn verregaande experimenten in de openbare ruimte die we in China of Rusland sterk zouden afkeuren. Naast dat dit veel stress oplevert en je hier nogal wat ethische bezwaren bij kan plaatsen, werkt surveillance ook vaak discriminatie en racisme in de hand. Zo zijn databases vaak gemaakt met witte mannen, waardoor vrouwen en mensen van kleur minder goed herkend worden. Hierdoor gebeurde het in Amerika al dat zwarte studenten niet herkend werden door de anti-speak software, waardoor ze niet slaagden voor hun examen. En andersom gebeurt het ook, dat juist bepaalde uiterlijke kenmerken worden gebruikt om mensen uit de menigte te pikken en als verdachte bestempelen. In andere landen zien we dat grootschalig gebruik van camera's om mensen te volgen en te identificeren leidt tot massasurveillance. Naast dat dit een enorme schending is van je privacy, kan het ook snel leiden tot machtsmisbruik door autoritaire regimes. Maar hoe zit het dan met onze veiligheid? Camera's worden vaak ingezet om criminaliteit aan te pakken. Maar een camera stopt criminaliteit niet. Om de oorzaken van criminaliteit aan te pakken is meer nodig dan het ophangen van camera's. We kunnen beter investeren in meer maatschappelijk werkers en aandacht voor de wijk. Camera's creëren vooral een gevoel van schijnveiligheid. We hebben het gevoel dat het veiliger is doordat er meer toezicht is. Terwijl het niets aan de onderliggende oorzaken van criminaliteit doet. Als het dus niet echt veiliger wordt, maar het wel leidt tot discriminatie en onterechte verdachtmakingen, waarom zouden we dan onze straten volhangen met zogenaamd slimme camera's? We hebben hier strenger beleid op nodig. Wat ons betreft beginnen we met deze drie punten. We moeten stoppen met gezichtsherkenning in de publieke ruimte. Want het wordt dus niet veiliger, maar het leidt wel tot onterechte discriminatie en verdachtmaking. En daarnaast moeten we voorkomen dat camera's emoties herkennen en selecteren op basis van gender, etniciteit of politieke voorkeur. Hier strijd ik voor in het Europees Parlement.